In 1926 verhuist Thornprikker naar Keulen. Hij wordt daar docent aan de Deutsche Werkscholen, waar hij net als in Düsseldorf een eigen atelier krijgt. Ondanks zijn protestante, onorthodoxe opvattingen over het geloof is hij voor katholieke kerken een veelgevraagd ontwerper. Soms gaat het alleen om de ramen in een kapel of het koor, soms ook om alle ramen in een kerkgebouw, zoals bij de Sankt Georg in Keulen. Deze kerk is al in de 11e eeuw als kloosterkerk gebouwd. Om de kerk geschikt te maken als parochiekerk, is in de jaren 20 een fundamentele verbouwing noodzakelijk. Het is de wens van pastoor Fabri om een kerk te maken waarin de liturgie op een moderne, eigentijdse manier kan worden beleefd. Alle te overdadig versierde 18e en 19e eeuwse onderdelen van het interieur worden weggehaald en men probeert terug te keren naar een eenvoudige Romaanse kerk. Toornprikker ontvangt in 1930 de opdracht om alle 51 nieuwe ramen in de verbouwde kerk te maken. Alleen in de grote ramen van het westkoor zijn heiligen afgebeeld. Sint Joris, Sint Jacob en Sint Anno, die aartsbisschop van Keulen was in de tijd dat de Sankt Georg gesticht werd. In alle overige ramen overheerst de abstractie, gecombineerd met herkenbare voorstellingen van religieuze symbolen. Sommige symbolen zijn veel moeilijker te duiden, wat de mystieke betekenis ervan verhoogt. Tijdens de mis kunnen de kerkgangers zich er het hoofd over breken. In het middelste raam in het oostkoor is een kruis afgebeeld. De veel voorkomende kleur groen is de kleur van de hoop. Zelfs in de crypte onder het oostkoor zijn ramen van torenprikker te vinden. De ramen zijn uitgevoerd in de muzivische techniek. Er is dus weinig extra brandschildering aangebracht. Of de huidige ramen in de Sankt Georg de originele ramen zijn, is niet helemaal zeker. Bij het bombardement van de geallieerden op Keulen in 1945 gingen grote delen van de kerk verloren. Door een leerling van Prikker werden de ramen aan de hand van de originele kartons en bewaard gebleven fragmenten gereconstrueerd. Tijdens de bombardementen werd ook pastoor Fabri getroffen. Hij ligt begraven in het oorspronkelijk ook door Thorn Prikker ontworpen erehof bij de kerk.